Goedemorgen, Jantje. Zal ik gelijk maar voor jou een kopje thee maken? Krijgen we nou? Hoor ik dat goed? Zeg dat nog eens. Zal ik voor jou een kopje thee maken? Ik heb het goed gehoord. Een wonder. Snoes vraagt of ze mij een kopje thee mag maken. Zo zie je maar weer, hè. De wonderen zijn de wereld toch niet uit. Toch niet zo gek, ja of nee? Ja, graag. Met suiker. Zo, nou. Dan zal ik me maar eens even lekker laten verwennen voor de verandering. Jantje, moet jij niet douchen? Eerst thee. Ik word bediend door Snoes. Ik zit hier gewoon te wachten op mijn kopje thee. Hoe vind je dat nou? Thee van Snoes staat niet. Dat heb ik je gezegd. Een wonder. Wij zijn getuigen van een wonder. Snoes maakt een kopje thee voor een ander. In dit geval voor mij. Is ze zeker niet goed geworden. Alsjeblieft. Mag ik jou vragen, lieve schat, wat jou beweegt? Ja, ik wil niet ondankbaar lijken, maar ik ben zo nieuwsgierig. Wat beweegt je nou om voor mij plotseling een kopje thee te willen gaan zetten? Ach, Jantje, dat heb je wel eens. Nou, in ieder geval bedankt. And still. Oh, wat heb je toch? Het lijkt of je een loterij hebt gewonnen. Herbert. Ik heb een verzoekje gediend. Wat voor verzoek? Of ze je morgenochtend vrij willen laten, de deuren willen openzetten, zoiets? Nee, ik heb een formulier ingevuld voor het gebruiken van de WIP-kamer. De WIP-kamer, nee. Ja, die is alleen voor stellen. Nou, ik ben een stel. Goedelen en niks en een stel. Hè? Ga je mij vertellen dat je met die goedelen van jou dat wereldwonder een nummertje gaat maken in de WIP-kamer? Nee toch, hè? Ja, zeg hallo, het is anno 1995, dat moet kunnen. Nou, dag, ik ga me aankleden. En dat alleen om met een vrouw te vrijen, dat kan ze toch net zo goed met mij doen? Dames, maken jullie je gereed voor de arbeid? Wat markeert jullie vanochtend? Jullie zijn hier vooruit te branden. Opschieten! Oh, onze prinses op de erf. Ja, zeg dat wel, ja. Die matrassen hier, daar krijg je een hernia van. Nou, dan vraag je toch een bezoek bij de dokter aan. Jij weet de weg naar de hulpverlening wel te vinden. Kom, dames, vooruit. Nel, ik krijg net een verzoek van beneden. Er komt vanmiddag iemand die Joy wil spreken. Mevrouw Bunders. Oh, God. Als jij niet wil, dan niet. Nee, ik moet wel. Binnen. Goedemorgen, directrice. En? Lekker geslapen? Later. Heb je een sigaret voor? Ik dacht dat jij van het rook af was. En ik rook niet, al lang niet meer. Wat is er aan de hand, Aki? Ik voel me vreemd. Jij bent de laatste tijd zo afstandelijk. Terwijl ik toch het idee had dat wij, dat jij en ik... Lieve Aki, ik heb ook zo mijn problemen waar ik jou niet mee lastig wil vallen. En ja, misschien dat ik daarom een beetje afwezig ben. Problemen? Je bedoelt dat je als een baksteen valt voor Nathalie Tellegen. Want denk nou maar niet dat ik het niet door zou hebben, zeg. Ja, ik kan niet ontkennen dat die dame mij aanspreekt, ja. Maar maak je geen zorgen. Ik maak me wel zorgen. Los van het persoonlijke, van de band die wij met z'n tweeën hebben, moet ik mij zorgen maken over de affectie van een gevangenispsychiater voor een moordenares. Iemand die heel koud en gecalculeerd bejaarden om zeep heeft geholpen. Mijn eigen moeder... Eigen moeder is diep dement en het is al treurig genoeg. Jij gaat mij toch niet vertellen dat Nathalie Tellegen uit barmhartigheid demente oudjes om zeep heeft geholpen? Na ze alles te hebben afgepikt. Ze kende zelfs de pincode van de aan haar toevertrouwde mensen. Aki, alsjeblieft. Ik wil heus niet bagatelliseren wat Tellegen heeft uitgevreten, maar... Ja? Zeg maar, Paul. Hormonen. Die bepalen vooral jouw gedrag. Ik zou het moeten weten. Ik
ken je nu waarachtig lang genoeg. Maar ik begon juist het idee te krijgen dat wij samen... Verdomme. Als je er niet over wilt praten, moet je het zeggen, hoor. Maar je was zo ontzettend van streek toen je hoorde dat het bezoek voor je zou komen. Weet je wie er komt? De moeder van het jongetje. Wat moet ik daarmee? Oh, dat is heavy. Ik kan me voorstellen dat je van de kaart bent. Baby, ik weet niet wat ik tegen hem moet zeggen. Niet janken hier. Dan heb je straks weer veel te veel uit te leggen. Het gaat ze hier geen ene bliksem aan. Kop op. Goed zo. Flinke meid. We moeten dit ook onder ogen zien. Er zit niks anders op. Maar waarom wil ze je zien? Dat vraag ik me wel af. Ik weet het niet. Ik heb nog zitten denken, misschien moet ik er een brief schrijven of zo. Maar wat moet je tegen zo iemand zeggen? Ze is door mij haar kind kwijt. Wat zeg je dan tegen iemand? Alles is toch even lullig? Psst. Daar wordt gesnikt. Waar? Bij de overzeese gebiedsdelen. Wat zou die nou weer hebben? Ik heb zo het idee, als ik de gebeurtenissen van de laatste weken bij elkaar optel, dat die kleine zwarte heel wat te verbergen heeft. Ja. Het is nooit helemaal duidelijk wat ze nou precies heeft uitgevreten. Subversieve handelingen. Een schuur opgeblazen waarbij een kind gewond is geraakt. Allemaal reuze nobel en milieubewust, daar niet van. En ze heeft ook praatjes. Dat wil zeggen, ze had praatjes, want sinds het bezoek van die vrijer van der is ze plotseling al haar praatjes kwijt. Wou jij niet allemaal op let, zeg? Hoe hou je het bij? Oh, dat gaat bij mij vanzelf. Ik ben altijd bezig met de lijnen, de verbanden tussen de dingen. En dan word je vanzelf heel oplettend. Ook een dopje? Krijgen we nou? Heb jij van de honing gesnoept? Zo ken ik jou niet, dus. Maar ik lust wel een dropje van je. Bedankt. Goedemorgen, mevrouw Molenaar. En goedemorgen, kleine Molenaar. Goed geslapen? Oh, we hebben samen heerlijk geslapen in het grote bed. Ik heb alleen wel een kruikje gemaakt, want zonder jou heb ik altijd van die koude strijkijzers. Alsjeblieft. Oh, David, rode rozen. Oh, wat mooi. Wat lief van je. Ik ben heel lief. Het is leuk dat je het zegt. Luister, ik heb een heel fijn plan. Vertel eens. Waarom ga je niet meer nog even een uurtje slapen? Het staat in de regels. In welke regels? Dat vrouwen van bewaarders even mee moeten slapen met de man als hij uit de nachtdienst komt. Ah, en hoe moet het dan met bewaarders die geen vrouwen hebben? Of met werkende vrouwen? Ja, schat, ik zou toch niet liegen. Het staat echt in de regels van pasgetrouwde bewaarders. Mm. En vooral die zwangere vrouwen hebben. Mm. Nou, ik zou niet durven me niet aan die regels te houden. Ik denk dat het iets met kool is. Het ruikt een beetje naar kool. Ja, dankjewel. Ja, hallo. Goedemorgen. Dankjewel. Hé, hey, jongens, ik ben niet van de bediening. Ik wil haar eigenlijk gehoord. Ja, dat is voor mij. Nee, het is smakelijk, hè? Gina, telefoon voor jou. Wie dan? Ja, hallo, met Regina Jongscha. Wilberto, hi joh. Hoe gaat het ermee? Of ik vanavond kan? Ja, ik ben hier om 6 uur klaar. Kom je me halen? Hé, als je nou bij het hek op me wacht. Ja, fantastisch. Dag lieverd, ik zie je straks. Ah, te gek. Wilberto. Je zult natuurlijk moeten begrijpen, Regina Jongschaaf, dat jij nu niet gewoon verder kunt gaan met je werk, hè? Jij snapt wel dat ik alles wil weten van die, hoe heet hij nou, Roberto? Wilberto. Arnel, ik had het eigenlijk nog een poosje geheim willen houden, tot ik helemaal zeker was van mijn zaak. Maar dat gaat me toch niet lukken. Vertel. Nou, het is zo'n te gekke vent. Waar heb je hem leren kennen? In de kantine van de meneesje. Wat doet hij? Nou, hij reist. Hij is reiziger in paardenbrok. Ja, ook voor varkens en kippen, zo. Veevoer. Hoe oud? Nou, hou op met je kruisverhoor, Nel. Hij is 44. Getrouwd? Nee, natuurlijk niet. Zie mij met getrouwde vent, zeg. Nou, zou niet de eerste keer zijn, Regina. Ja, Wiebe.
Ja, het was een vergissing. Dat zijn getrouwde mannen meestal voor eenzame vrouwen. Nou, hou op, Nel. Hou nou op. Als je ophoudt, zal ik je een fotootje laten zien. Oh ja, laat kijken. Kijk. Hij is helemaal warm. Ja, ja, ja. Ik draag hem op mijn hart. Ja. Oh, klein fotootje. Hij is blond, hè? Ja, joh. En zo'n lekkere kop met haar. Goh. Het is menens, hè, Regina? Ja, ik geloof het ook. Hé, ik moet weer terug naar de afdeling. Ik ben al veel te lang weggebleven. Moet je haar nou zien? Kiwis. Krijg ze vanavond zeker weer kaviaar of uitgesneden sap of god mag weten wat. Moest gewoon verboden worden. Jaloers? Ik ben misschien wel een beetje jaloers op al dat lekkers wat je voor jezelf laat maken. Maar ik ben absoluut niet jaloers op je karakter. Nee, daar kan jij niet aan tippen. Zeg, kan je al dat dure vreten nou ook aftrekken? Ik zag een tijdje terug op televisie over criminelen. Die mogen hun pitbull, hun revolver of hun smeergeld aftrekken. Nou ja, jij bent toch ook een crimineel? Dus ik dacht, misschien mag jij al die luxe vreterij ook wel aftrekken. Op die nonsens reageer ik niet. Goed zo. Niet op reageren, Lena. Dan hou je het lang vol. Goed gesproken. Zeg, je moet eten. Altijd eten. Anders gaat je weerstand naar de knoppen. En daar draait het om, je weerstand. Ik krijg een hap door mijn keel. Nou, eet dan tenminste je vlees op. Dat geeft kracht. Voel je niet lekker, Joy? En bemoei jij alsjeblieft met je eigen zaken, meisje? Ja, zo kennen we je niet. Is je spijsvertering niet in orde? Stik. Zo kennen we je weer. De oude, gezellige snoestoon. Ja, wil die meid eindelijk eens een keertje aardig doen, dan ga jij er een beetje de maling zitten nemen. Zo krijgen ze toch nooit een kans. Moet niet doen, Teun. Jezus, krijgen we nou, zeg ik, nou om mijn fiets hangen. Weet je wat ik doe? Ik ga een telefoongesprek aanvragen met mijn geliefde, met Goedele. Na 7 is goedkoper naar België. Kan me geen reet schelen. Voor de stem van mijn geliefde geef ik mijn laatste cent. Boah. En je vuile bord achterlaten voor een ander. Maar enfin. Zo gaat het een beetje. Praat me tegen me aan, dat lucht een beetje op. Ja, niet hier. Nou. Kom dan maar met me mee. Kijk die twee nou. Die zijn elkaar bijna vermoorden. Niks met elkaar te maken willen hebben. En nou? Kom op, Joy. Je bent anders altijd zo sterk. Ik weet maar geen raad, baby. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Die arme vrouw, ik voel me zo schuldig. Begrijp het. Maar het heeft geen zin om voor die gevoelens weg te lopen. Je zult er doorheen moeten. En misschien kom je wel nader tot die moeder. Misschien kun je haar duidelijk maken dat het nooit je bedoeling is geweest om haar zoontje... Maar dat is nou juist het verschrikkelijke. Ik was bezig met mijn idealen. Met het verbeteren van de wereld en dan gebeurt dit. Ja, verschrikkelijk. Zeg haar dat. Misschien wil ze proberen te begrijpen. Misschien... Ik kan er niets over zeggen. Behalve dat je nu alle krachten die je in je hebt moet gebruiken... om moedig de consequenties van je daden onder ogen te zien. Ja, je hebt gelijk. Ik kan me er niet langer voor verstoppen. Ik moet. Ik vind het zo lief dat je me steunt. Misschien is dat wel het enige goede aan deze hele geschiedenis. Dat jij je afkeer van mij hebt overwonnen. De afkeer van mezelf, van wie ik werkelijk ben. En rechtop lopen. Sterkte. Boodschappen gaan doen. Anders heeft David helemaal niks te eten. Schatje, tot straks.
Baby Miller is heel wat minder stug dan in het begin. Vind je ook niet, Guus? Heb je tegen mij? Van waar die medemenselijke belangstelling zo plotseling? Kan je niet gewoon zeggen wat je van mijn moeder snoest, liefvaar? Maar Guus... Ach, hou op, daar ben ik helemaal niet van gediend. Jij zeikt altijd alles en iedereen af en nou ineens het valse zoete toontje. Daar trap ik niet in. Denk dat maar niet. Ja, schat. Ja. Ja. Ik moet nu ophangen. Ja, dan moet je ophangen, ja. Dag. 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 Mens. Waar gaat hij dan? God, als het er helemaal is. Zeg, Teun. Ja? Ik krijg net door dat je verzoek is ingewilligd. Oh, nee. Nou, fantastisch. Ja, 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 ja. Doe de rest maar bij je vriendin. Oh, ja, sorry, Jonel, maar ik ben ook, zo verliefd. Ken je dat gevoel? Ja. Ja, ik herinner me iets, ja, van heel vroeger. Oh. Vertel het hem maar gauw. Ja, zal ik zeker doen, ja. Hallo, goedele dag. Dag, 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 lieve schat, met mij, met Teun. Hallo, hoe gaat het? Ja, ja, goed. Ja, hey, moet je horen. Ik hoor net dat, dat het mag, dat van die kamer. Ja, geweldig, hè? Ja, hey, als jij nou schrijft wanneer je komt, dan kan ik hier de boel regelen, ja? Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ik moet zo ophangen, want ik heb niet zoveel geld, dus ik schrijf je straks wel, ja? Oké. Okay. Ja, ik ook voor jou. Ja, dag liefste. Ik ga nu ophangen, ja? Ja, hete kussen overal, ja. Oké. Okay. Ja, dag schat, dag, dag. Zie je wel, ze moeten me niet. Wat ik ook probeer. Ze doen helemaal lullig tegen me. Snoeschrivaan. Wie ben je nou eigenlijk? En wat wil je nou eigenlijk? Baby, mag ik bij jou wachten tot ze me komen halen voor het bezoek? Natuurlijk. Blijf jij hier maar lekker zitten bibberen. Lieve meid, probeer nou kalm te blijven. Ook al is het moeilijk. Ik zou blij zijn als dit gesprek achter de rug is. Jo, daar zit je. Er is bezoek voor je. Flink zijn. Ik denk aan je. Waar zit je nou toch? Ah, ik dacht al, die zit bij baby. Ga je mee? Stumper. Nou, kom op, Joy, loop eens door. Wat is er vandaag toch met jou aan de hand? Kom maar binnen. Jij bent Joy Deurslag. En jij bent de moeder van Thijs. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik durf niet te zeggen dat het me spijt. Is het. Ik had eerst ook niet hier naartoe willen komen. Ik heb lang over nagedacht en ik wil je in de ogen zien. Ik wil zien wie mijn kind heeft vermoord. Ik begrijp dat u er niks aan heeft, wat ik ook zeg. Ik kan het niet goed maken, dat besef ik heel goed. Maar het is nooit onze bedoeling geweest. Wij wisten niet dat er kinderen speelden.
En ik heb zo gehoopt dat uw zoon... Thijs, dat u het zou halen. Ja, dat hebben wij ook gehoopt. Ik ben dag en nacht bij hem gebleven, maar hij was het zo hopeloos slecht aan toe. Heb jij een kind? Want ik zie dat je eigenlijk nog maar een kind bent. Heb je er ooit over nagedacht, over die zogenaamde idealistische daden van je, wat dat voor consequenties zou kunnen hebben? Had je niets anders kunnen verzinnen om je onrecht, of het ongenoeg of het onrecht in de maatschappij te uiten, moet dat per se mensenlevens kosten? Ik durf het niet te vragen. Maar het enige dat ik kan hopen is dat je het me ooit kunt vergeven. Wat is het dan? Tussen zoiets stoms en zoiets ondoordachts. Je kind te verliezen. Hoe kan ik dat vergeven? Ik kan niks zeggen. Alleen dat ik het mezelf nooit zal vergeven, gelooft u me alstublieft. Aan de weg. Ik wil hier weg, ik kan niet meer. Zorg jij dat mevrouw hier veilig wegkomt en geeft er iets te drinken. God. Verschrikkelijk. Regina, ik weet me geen raad. Het lijkt me logisch. Die arme vrouw. Ik kon het gewoon niet aanzien. Ik schaam me zo. Als je geraaien ook. Ik zou zo'n zware last niet graag met me meezeulen. Ik zal mezelf nooit vergeven. Ik heb met je te doen, echt Joy. Maar het allermeeste heb ik nog te doen met die arme moeder. Het zal toch je kind maar zijn? Zoiets stoms. Denk jij nou heus dat je de wereld vooruit helpt met dat soort acties? We bedoelen het goed. We bedoelen het goed. Ja, dat zal best. Moet je kijken wat er van komt. Snoestrifaan. Denk aan wat de dokter heeft gezegd. Het kost tijd. Gaat niet in één keer. Ik moet doorzetten. Doorzetten, doorzetten. Het niet af laten weten. Doorzetten. Loop je raar, Snoes? Heb je een stok ingeslikt? Kom maar naar jezelf. Dan haal ik een kopje thee voor je. Het ziet eruit dat daar iets ellendigs is voorgevallen. Hé, hou op je handje. We zoeken er misschien veel te veel achter. Zeg, Regina, vertel eens. Wat is er gebeurd? Waarom is zij zo aangeslagen? Ga dat er zelf maar vragen. Ik ga me daar niet mee bemoeien. Maar neem er van mij aan dat het niet veel fraais is. Nou hoor je het van Regina. Wat kan dat nou wezen? Ach, dat gaat ons niks aan. Hoewel, als ze het kwijt wil, zal ze het ons heus wel vertellen, toch? Reken erop dat daar iets vreselijks is gebeurd. Ze zag toch ook zo tegen het bezoek van erop? Hebben jullie dat niet gemerkt? Ik kan toch goed merken dat jij van de politie bent. Echte speurneus, zeg. Wat zijn jullie toch geïnteresseerd in andermans ellende? Laat die mij toch met rust? Je hoort wie het zegt. Je laat nooit iemand met rust. Enfin, daar komen we vanzelf wel achter. Let op mijn woorden. En als zouden er niet achter komen, het gaat ons eigenlijk helemaal niks aan. Hoor, hoor.
Er is er eentje discreet geworden. Het grootste secreet van de afdeling is bezig haar goede kant te etaleren. Denkt ze. Maar daar trap ik niet in. Het grootste secreet hier, dat ben jij, Guusje van de Wetering. Hoor je me goed? Jij bent een valse kreet. Zeg, Ik begrijp dat je kapot bent. Ik begrijp het. Wat je al die tijd in je hoofd hebt verdrongen, niet wilde weten, is nu toch op je afgekomen. Dat is verschrikkelijk. Maar zeg eens eerlijk, Joy. Had jij gedacht dat dat kind beter zou worden? Jij wist toch dat het al die tijd in het brandwondencentrum lag? Is het nooit bij je opgekomen dat het wel eens heel slecht kon aflopen? Ik wou het niet accepteren. Ik wilde Alder maar afdwingen dat het goed zou komen, dat ik nooit heb bedoeld dat dit zou gebeuren. Baby, wat moet ik nou verder? We moeten allemaal verder. En jij ook. Er zit niks anders op. En wat moet ik tegen die vrouwen zeggen? Zag je ze kijken toen ik de afdeling opkwam? Je moet het zeggen. Anders gaan ze vissen. En reken erop, ze rusten niet voordat ze alles weten. Daarom moet je ze voor zijn. Moet ik het ze vertellen? Dat kan ik niet. Je moet. Geloof me. Anders wordt je leven een hel. God, ik zie er zo tegenop. Ik blijf bij je. En wee degene die probeert lullig te doen, die krijgt met mij te maken. En wanneer moet ik dat dan doen? Nu. Anders wordt het nog erger. Kom op. Ik blijf bij je. En je zult zien, als je dat durft, dan durf je alles. En je was toch niet bang uitgevallen? Nee. Vroeger was ik alles, behalve bang. Kies dan op elkaar. Iets vertellen. Ik ben. Ik heb dat jongetje dat. Bij die explosie. Hij is dood. Was die bekentenis jouw idee? Gefeliciteerd. Ja. Het grote waarheidsspel. Zeg de waarheid en je voelt je beter. Nou, er bestaat geen grotere leugen. Leer dat van mij. Als je de waarheid zegt, nou, dan pakken ze je. Nee, je moet je bek houden. Dat moet je. Er is toch geen mens hier geïnteresseerd? Wat moeten we nou met zo'n mededeling? Wie wordt er nou beter van? Ik kan er in elk geval niks mee. Ze kon niet langer met dit geheim leven. Ze zou er dan onderdoor zijn gegaan als ze had gedaan alsof er niks aan de hand was. Allemaal psychologie van de koude grond. Van de koude grond? En dat durf jij te zeggen? Jij bent van de allerkoudste grond ter wereld. Diepgevroren. Poolgrond. Dat ben jij. En worden we nu geacht om Joyce medelijden te betuigen? Maar te zeggen hoe zielig het voor haar is? Tjonge jonge, zeg, mag ik bedanken? Ze is gewoon een vuile kindermoordenares. Ja, toch? Hou je bek, Etter. Jij zeg, hè? Eerst kijk je Joy niet aan. Kan je niet bij haar op één cel? Ga je over je nek van haar? En nou moet je ineens geloven dat je omkomt van medelijden met haar? Ik word daar niet goed van. Hoe zit jij eigenlijk in elkaar, baby Miller? Hè? Nou, we dan weten dat Joy gewoon een kind heeft vermoord. Nu is ze ineens zielig. Wat bazelt Snoes nou weer allemaal? Ze is toch flink bezig geweest om kinderen naar de verdommenis te helpen? Wat zeurt ze nou? Ja, een mens kan veranderen. Daarvoor hebben we onze hersens gekregen, om na te denken. Maar jij, Snoes Rifaan, jij vertoont zelf heel raar gedrag. Altijd overal de kat opgooien. En dan ineens poeslief slijmen met iedereen. Nou, ik kan daar geen touw aan vastknopen. Er is zoiets ellendigs gebeurd in de supermarkt. In de supermarkt? Wat dan?
Ik ben helemaal geflipt. De alarmbel ging af en de deuren waren geblokkeerd en ik wilde eruit. Toen sloeg ik in de paniek. Wat gebeurde er toen? Nou, ik wilde weg en... volgens mij ben ik ook nog even flauw gevallen. Ik lag opeens op de grond en toen was er een man die heeft me gelukkig eruit gehaald, zeg. Godzijdank. Ah, arme schat. Weet je, David, ik heb nog steeds zo'n moeite mee met het besef dat ik... dat ik niet meer opgesloten zit, dat ik eruit kan. Dat ze me niet meer kunnen vastzetten en... soms laat de wilde angst door me heen en David, je hebt geen besef. Het is zo... het is zo'n vreselijk gevoel. Nee, ik begrijp wel wat je voelt, echt. Als ik mensen 's avonds insluit en ik hoor het knassen van de sleutels in het slot, dan krijg ik dat gevoel ook hier. Je went er wel aan. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Dus ik weet echt wel wat je voelt. Gelukkig, David, dat je het begrijpt. Toen ik pas in de gevangenis werkte, toen kon ik er niet van slapen. Maar nu weet ik wel beter. Hé, hey, laat die aardappels. Ga lekker samen naar de Chinees. Te vieren dat we samen zijn, dat je vrij bent, dat we een baby krijgen. Oh, David. Ik hou van je. Ja, wat is er, Snoes? Wat moet je? Kan je een afspraak met dokter Jaspers voor me maken? Nou, als jij dat wilt. Ik regel het wel, Regina. Ik weet er vanaf. Het komt in orde, Snoes. Oké, bedankt. Nee, dan hoor ik het wel. Ah, dokter Jaspers, u bent er nog. Fijn. Zou u nog even langs kunnen komen om naar Snoes Rivaan te kijken? Ja, het is nogal dringend, geloof ik. Mooi, dank u wel. Dag. Zo. Nou, wat die ineens mankeert? Ze tam is een konijn. Ik snap er niks van. Ja, er is een omslag bij Snoes. Ze is zichzelf tegengekomen en ja, dat is heel hard aangekomen. Nou weet ze even totaal niet hoe ze dat allemaal moet hanteren. Vandaar Jaspers, snap je wel? Bij jou is er anders ook een omslag gekomen, hè, Nel? Je bent totaal anders naar de dingen gaan kijken. Het moest ook wel. Ik ben mezelf ook tegengekomen. Ja, dat is mooi. Prachtig mooi, een omslag in mensenlevens. Maar waar blijft die brouwer? Want ik ben ook bezig met een omslag in mijn leven. Nel, ik heb het eventjes zo gehad met die medemenselijkheid. Mijn nieuwe vlam die staat waarschijnlijk al op me te wachten. En dat geeft me toch zo'n geweldig lekker gevoel. Oh. Nou, het komt je toe, Regina. Ik gun het je van harte. Hallo, meisjes. Hey. Ik kom jullie verlossen en ontlasten. Hoe vinden jullie dat? Hallo. Ach, man, doet het normaal. Goedenavond. Dag, Maurits. Dag, Brouwer. Goedenavond en tot morgen. Jaspers komt nog even langs voor Snoes. Ja. Nou, verder eigenlijk niet zoveel bijzonders. Ja. Alleen Joy, hou haar een beetje in de gaten. Want zij heeft vanmiddag te horen gekregen dat dat kind, je weet wel in de tijd van die explosie, gestorven is. Dat wist ze al wel eerder, maar de moeder van dat jongetje is komen bezoeken. Dus nou is er wel weer het een en ander met haar gebeurd. Ja. Regina was erbij. Oké. Hoe reageren de vrouwen? Ja. Nou, geen idee of die het weten. Dus ik zou zeggen, let een beetje extra op. Ja. Oké. Doe maar. Dag. Doei, doei. Ja, mevrouw. Dokter Jaspers. Oh ja, ik kom voor Snoes. Ja, ik stond op punt om weg te gaan toen ik het telefoontje kreeg, maar ik heb nog wel even. Wil je er even voor me halen? Ja hoor. Okay. Snoes, dokter Jaspers komt je halen. Dat is vlug. Nel heeft zeker een goed woordje voor je gedaan. Ja, Nel is oké. Ach, Jantje, als je ze niet vrije hebt, en dat heb ik nog wel eens, dan is het met een vrouw ook heel lekker hoor, hè? Jij moet. Hé, hey, jakkes. Nee, dat kan ik absoluut niet navoelen. Vriendinnen vind ik oké, maar rommelen met vriendinnen. Geef mij maar de baton rouge, de stramme kabouter. Dat is voor mij de belichaming van liefde
Met een hoofdletter, snap je? Jawel, jawel. Allemaal tot je dienst. Maar ik zie hier in de wijde omtrek geen stramme kabouter. Jij? Nee. Maar als ik zo eens naar die brouwer kijk, dat noem ik nou nog eens een stuk. Niet verder vertellen, hoor. Je hebt gelijk. Brouwer is een stuk. Maar die heeft in de vrije buitenwereld genoeg rondlopen, hoor. Die hoeft hier op de afdeling niet met zijn stramme kabouter te pronken. Ah, jammer nou. Oude schuimsmasseerde ben je toch? Wat dacht je van jezelf? Nou, dan kijk eens naar of ik gek geworden ben. Wat ik ook zeg. Het is nooit goed. Nooit. Nooit. Nooit kan ik iets goed doen. Ja, maar wat wil je nou, Snoes? Je kan niet zomaar ongestraft je gedrag van jaren veranderen. De mensen zijn aan je bitse toon gewend. Die verwachten ze van je. Maar het werkt niet. Het werkt gewoon niet. Ik ga me steeds ellendiger voelen. Ik weet niet meer wie ik ben. Dan sta ik voor de spiegel. En kijk naar mezelf. Dan weet ik het niet meer. Ja. Ja, dat begrijp ik. Maar toch, Snoes. Als jij echte dingen wil veranderen, dan moet je volhouden. Want je bent heel goed bezig. Volhouden, 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 Snoes. Laat zien wie je bent. Je bent een sterke meid. Ja? Ja. Je kan veel meer dan dat je denkt. Oh, ik weet het niet. Je bent gewoon een beetje te ongeduldig. En je hebt tijd nodig. Maar kom, onze tijd zit erop. Ik laat je weer terugbrengen. Dokter Jaspers. Bedankt. Dat is de pikorde. Dat ken ik. Nou weten ze wat van je en dan kunnen ze zich lekker tegen je afzetten. En nou ben jij ineens de kwaaie pier. Het is toch ook allemaal even ellendig hoe het kan lopen in het leven. Nee, kind. Zo moet je er niet van afmaken. Jij wordt met je neus op de feiten gedrukt. En daar reageert je omgeving weer op. Ga in godsnaam niet zielig zitten doen, zeg. Je lijkt me Gramissie wel. Ook zo'n mentale krachtpatser. God, baby, wat moest ik zonder jou? Moest je het zelf doen. We moeten het allemaal zelf doen. Nou ja, ik ga maar weer eens naar mijn hok. Hou je goed. Ja. Hé, je bent een tof wijf. Ja, laat hem met rust. Waar heb jij het over, baby Miller? Heel goed waar ik het over heb. Dus je laat hem met rust. Begrepen? Wel trusten, Teun. Diertje ben jij. Daar word ik alleen maar geiler van. Huh? Kom hier. Ja. En als je zo gemeen blijft, dan zal ik wel eens even vertellen wat voor vuile kindermoordenares jij bent. Zo niet erop met je vuile chantage. Je gaat je gang maar. Iedereen weet al lang wat er is gebeurd en weet je hoe, Troost? Ik heb het ze zelf verteld. En als jij nu niet maakt dat je als de sodemieter uit mijn cel komt, dan vertel ik ze ook wat jij bij mij probeert. Hoe je mij onder druk probeert te zetten. En ik vertel het niet alleen op de afdeling. Ik vertel het aan je collega's, aan iedereen die het maar horen wil. Moet jij eens opletten wat er met jou gebeurt. En nu mijn cel uit. Move! Jou krijg ik nog wel. Oh ja?
of ik jou. Goedenavond. Goedenavond. Alles rustig? Nou, ik zal die deurslag maar in de gaten houden. Het was erg onrustig vanavond. En snoester Ivan was nogal somber, maar na het gesprek met dokter Jaspers weer aardig opgeknapt. Hé, dit moeten jullie lezen. Dit is echt te gek. Jij gaat toch niet de criminaliteit in, hè, Puksal? Daar zit ik toch al in. Al jaren, net als jullie allemaal. Hey, jongens, goeie wacht. Mazzel. Weer hem. Meer koffie? Ja, graag dan. Als geen ander.